Hoe gaat het met je, Kurt? Het gaat zeer goed met mij, dank je, Bart. Hoe lang ben je hier nu weg? 5 jaar. Ik word 70 deze maand. Over twee weken maand. Heb ik gezien. Ja, over 2 weken. Ja, nu al gefeliciteerd, want ik ga je niet zien die dag waarschijnlijk. Maar enfin, ik neem aan dat het goed gaat. Hè, want het gaat zeer goed. Ik ga natuurlijk wel, gezien de energiecrisis, volgend jaar niet naar Litouwen, Warschau en noem maar op. Maar ik zal, voor mijn volgende boek zal ik in België blijven. Mm-hmm. Maar het gaat inderdaad zeer goed. Ik ben ongelooflijk trots op dit boek. Ik heb er 4 jaar aan gewerkt. Het ligt daar eindelijk. Ik heb het vandaag in de bus gekregen. Ik heb er al 10 keer aan geroken en naar gekeken. Het is werkelijk, het is een mooi boek en het is met een fantastische inhoud. Spreek jij, want de mensen kunnen het nu zien. Dit is de cover. Spreek de naam eens uit van de man over wie het gaat. Michalojus Constantinas Tjurlionis. En Tjurlionis is dus geboren in de oerbossen. Wacht even, want ik geef toe. Ja. Wij hebben hem even moeten googlen. Ik neem aan dat je dat begrijpt. Ik begrijp dat volkomen. En dan krijg je dit. Ja. Orkestwerk van Michalojus Tjurlionis. Ja, een schildercomponist. Begonnen in de oerbossen van Litouwen, eind 19e eeuw. Is dat vintage Kurt van Egem met pensioen? Ja, wel, nee, dat is het. Ik was in Litouwen en ik was in Kaunas. Dat is de tweede stad van het land, na Vilnius. Ik kom daar in een stad waar elk museum M.K. Tjurlionis Museum heet. En ik denk, wat is dat? Daar moet ik het fijne van weten. En dan het grootste museum dat ze hebben, daar is een paviljoen aangebouwd. En dat paviljoen, dat is het paviljoen waar zijn werk, dat jullie nu een aantal zaken van hebben gezien, waar dat werk wordt getoond. En ik kom daar buiten, ik loop daar rond, ik kom buiten en ik heb gewoon tranen in de ogen. Ik zeg, maar dat is van het mooiste wat ik in mijn leven heb gezien. Echt, die erlevenis die ik daar had, was werkelijk. En wat maakt het zo mooi? Ik kan er de vinger niet op leggen. En ik heb nu 4 jaar daarover geschreven, daarnaar gezocht en echt in zijn spoor gewandeld. En ik heb sleutels daarin gevonden die ik kan aanbrengen in dit boek. En noem maar op, daar zit dus om te beginnen is het de natuur. Wij hield enorm van de natuur en kennen de natuur. Zal ik er eentje laten zien intussen? En vertel me voort. Ja. Hè? Maar dan kan ik, want dit is een van de eerste werken die je gezien hebt of die je toch enorm geraakt hebben. Ja, dat is natuurlijk een van de mooiste. Ik heb daar een canvas van gemaakt van 5 op 3 meter om mee op tournee te gaan. Is het echt? Gewoon, het is ongelooflijk. Dit is sereniteit. Als je daarnaar kijkt, dan weet je toch niet wat je moet denken. Daar zit inderdaad de natuur in. Maar daar zit ook een verhaal achter. Je kunt er je vinger niet op leggen. Het is niet. Eind 19e eeuw. En dat is eind 19e eeuw. Trouwens, in 1904 heeft hij als eerste abstracte werken gemaakt. Iedereen denkt als Malevich. Iedereen denkt, nee, dat is Kandinsky of dat is Cézanne. Nee. Die zijn pas in 1909 daarmee begonnen. Trouwens, de weduwe van Kandinsky was heel boos toen dat werd verteld door een onderzoeker. En die zei, ja, die hebben elkaar nooit gekend. Terwijl die twee samen hebben tentoongesteld. Want hij was in zijn tijd, toen hij op het einde van zijn leven terechtkwam in Sint-Petersburg, was hij echt een topnaam. Stravinsky, de componist, heeft een werk van hem gekocht. Hij zat daar in de avant-garde, in de grootste avant-garde. Maar hoe komt dat wij die man niet kennen? Wacht, ik ga checken. Kent er iemand aan tafel? Goed, gat in. Absoluut niet. Ik heb geluk. Het werd tijd dat dit geschreven werd. Dat is heel duidelijk. Hoe komt het wel nu? Litouwen. En ik denk, er zitten misschien wel een paar historici hier aan de tafel die dat kunnen getuigen. Dat was Rusland. Mm. Dat bestond niet. Er was een Russificatie bezig en Nicolaas II, die toen de tsaar was, toen hij leefde, die kun je gewoon plakken bovenop de kop van Poetin. Dat zijn twee autocratische, imperialistisch denkende mensen. En die zijn gewoon van Litouwen, Letland, Polen ook. Dat is gewoon
Rusland. En dat is het ook altijd geweest. En hier zul je Russisch spreken. En het Litouws was verboden. Dus die groeit op zonder dat hij zijn eigen taal kent. Dus dat is één punt. Hij sterft heel vroeg, 35 jaar oud. Hij is op het einde van zijn leven... Hij heeft zo hard gewerkt, zeg maar, zijn hersenen zijn ontploft. Verschillende verbindingen zijn niet meer goed gelegd. En daardoor is hij een jaar lang ziek. En ligt hij in een klein ziekenhuis voor geesteszieken net buiten Warschau. Daar is hij dan ook overleden. Maar ondertussen gaat zijn werk de wereld rond. Want die Russen die zijn niet gek, die in Sint-Petersburg, die avant-garde. Die sturen dat werk naar Londen, naar Parijs, naar München. En de enveloppen voor de uitnodigingen die liggen... Die liggen naast zijn bed, hij opent ze niet. Hij kan niet meer denken, hij is lethargisch, hij is weg. Dus hij sterft 3 jaar voordat de wereldoorlog begint, 1914. Ja, het is gebeurd. Die man die is onbekend. 1918, wat gebeurt er dan? Ja, heel even is Litouwen onafhankelijk, van 19 tot 39. Dat is niet lang, dat is maar 18, 19 jaar. En in die korte tijd verzamelen ze dat werk, komt dat weer bij elkaar. Maar dan begint weer een nieuwe oorlog. Plus, naar Litouwen ging men in die tijd niet. Daar had men het geld niet voor. En het was ook niet zo'n leuk vakantieland in feite, om naartoe te gaan reizen. De verbindingen waren slecht. En dus dan moet je dan weer wachten tot 1991. En in 91, ja, die vrij vreedzame revolutie die toen is gebeurd, hè, met Gorbatsjov die onlangs is gestorven, die er toch voor gezorgd heeft dat de Baltische Staten onafhankelijk werden. Wat gebeurt er dan? Eindelijk begint de wereld Tjurlionis te ontdekken. Er is een tentoonstelling geweest in 2014 in Gent, in het Museum voor Schone Kunst. Okay. De tentoonstelling in Musée d'Orsay in Parijs, de tentoonstelling in Madrid, de tentoonstelling in Milaan. Volgend jaar, iemand jaar erop, komt er een tentoonstelling in Nederland, in het Belvedere Museum. Dus men ontdekt hem nu. Maar de reden dat men hem niet kende is... heeft een moeilijke naam. Ja. Dat is ook al niet gek. En ten tweede, ja, de calamiteiten van de 20e eeuw hebben ervoor gezorgd dat dit ons land, of ons het bereikte ons niet. En daardoor kent niemand hem. Maar heb ik het goed dat je hem eigenlijk een beetje achterna gereisd bent? Of je bent toch naar verschillende plekken ook geweest? Ik ben overal naartoe geweest. Ik ben begonnen in die bossen. Ik heb in die oerbossen 's nachts gewandeld om de sterren te zien. Nee. Hij heeft heel veel sterren geschilderd. Ik wou ze zelf ervaren. Ik wou ook dat... Kinderen slapen buiten, hè, als baby's. Daar is hij geboren, in die bossen. Die slapen buiten tot -10. Dat is daar de gewoonte. Dat doen ze nog altijd. Dus die kinderen die moeten dat ook allemaal hebben. Wat heeft dat gedaan met hem? Ik zat me daarover vragen te stellen. Ik stond daar lichtjes bevend, want er zijn beren, hè? Pas op. Ja, en het is -10, hè, kort. En dan, dus hoe dat hij dus verder is opgegroeid. Een arm kind van een koster. Hè? Maar begaafd, muzikaal, ongelooflijk. Dat wordt ontdekt door een dokter, want hij komt terecht in een kuuroord waar zijn vader dan uiteindelijk koster wordt van de plaatselijke kerk. Daar is een dokter aanwezig in dat kuuroord, want daar komen natuurlijk de adel naartoe. En die zegt, dat kind moet verder studeren. Die brengt hem bij een prins. Heel dat verhaal van die prins is gewoon onvoorstelbaar, want die prinsen in die tijd, die waren onmiddellijk rijk. Die konden met z'n allen samen een energiecrisis oplossen door zomaar even de knip te doen. En dan krijg je... Waar zitten ze vandaag, ja, de prinsen? Die heb je niet meer. En dan heb je dus... Die hebben een school. Die hebben een eigen orkest. Allemaal apart. Al die prinsen, die hebben dat allemaal in hun paleizen. Dus hij kan daar eindelijk gaan studeren. Dan, die stuurt hen zelfs naar het conservatorium van Warschau, op zijn kosten. Daar studeert hij af. Dan zegt hij, kom, we gaan nog verder. Die stuurt hem naar Leipzig, naar de Hochschule für Musik. Ja, het Walhalla eigenlijk voor muzikanten. Hè? En daar komt hij bij Karl Reinicke terecht en hij kan daar verder studeren. En dan zegt hij, god, ik ga schilderen, want ik heb altijd getekend. Ik ga het samen doen. En hij wordt die synesthete, zoals dat heet. Wel, dat vind ik, want dat is heel interessant. Hij is schilder en componist. Ja. Hè? En dan... Dat wordt heel interessant, vind ik. Hè? Want ik herinner me uit de cursussen psychologie, synesthesie. Dat was iets geweldig fascinerend. Hè? Hij hoort schilderijen, hij ziet muziek. En hij maakt dat ook samen. Je hebt bijvoorbeeld zijn Sonaten van de Zee. Dat is maar een voorbeeld. Hè? Die kunnen we laten zien, wacht. Is dat zo? Die gaan we erbij halen. En dan, ja? Want dit is het schilderij. En dan heb je ook de muziek die er dan eigenlijk bij hoort. Ja, die plakt erop. Bij past, hè? Vistarama. Hollywood. Maar leg 1905, weet je. Leg dat nog eens uit, die synesthesie, want had hij dat echt... Is, een synesthesie is eigenlijk, om het letterlijk uit te leggen, dat is iemand die zich met verschillende kunstvormen kan uitdrukken. Want hij was daarnaast ook nog fotograaf en hij was daarnaast ook nog schrijver. Dus hij heeft heel veel... En hij gebruikte dat allemaal. Dus als hij dan een werk maakte, bijvoorbeeld zo'n Sonate van de Zee, dan had hij 3 delen. Een
een allegro, een adagio en een allegro con molto bijvoorbeeld, dan heten de drie werken die hij daarbij schilderde net zo, goed zo. En dan lag dat mooi op elkaar en dan schreef hij er nog een tekst bij. En dat lag daar ook mooi op. Dus je krijgt één groot geheel. Er werd toen in die tijd veel geëxperimenteerd op die manier. Het waren tijden waarin het experiment eigenlijk tot grote ontplooiing kwam. Na de verlichting, na de industriële revolutie, waren die mensen met al dat soort zaken bezig. Plus hij kende de wereld. Hij heeft enorm veel gelezen. Hij was zeer belezen. Hij was occulte, de esoterie, vreemde talen, vreemde godsdiensten. Hij had dat allemaal bestudeerd. Hij was enorm goed opgeleid. En dan komt dat samen in dat hoofdje. Ja, is dat wat zijn hoofd heeft? Ik vermoed van wel. Maar ook de druk dat hij moest zorgen voor een gezin en een kind. Hij heeft bijvoorbeeld dat kind dat eraan kwam, dat heeft hij nooit gezien. Hij heeft het nooit in de armen kunnen drukken. Het werd geboren en hij lag in het ziekenhuis. Zeg Koert, je klinkt als een man met een missie nu ook. Hè? Want je hebt daar dat doek, wat is het, 5 meter op 3 meter van het eerste werk heb je laten maken. En dan ga je dat, wat doe je daarmee? Wel, dat wordt dus volgende week bijvoorbeeld al gebruikt in het Festival van Vlaanderen Gent. Dan ga ik daar een viertal optreden doen in Audegaard en in Zulte ook. En dan wordt dat dus. En dan wordt het Tjurlionis strijkkwartet ingevlogen. Met dank aan het Festival van Vlaanderen. Maar jij doet dat wel allemaal. En ik ga vertellen. En zij spelen de muziek. En dus we gaan ook synesthesie doen. En dan zie je ook nog dat beeld van dat fantastische beeld van die sereniteit. Ja, we gaan daar proberen mee op tournee te gaan. Ja, we gaan natuurlijk, die mensen moeten terugvliegen, maar we hebben hier ook strijkkwartetten. Ik denk aan het Kaskofiel strijkkwartet gaat dat zeer goed doen en dan wil ik er mee op tournee nog. Heeft de heldenstatus in Litouwen of zo? Ik wacht nog op. Ereburgerschap binnenkort. Maar inderdaad, ik heb mij daar. Ik was in het museum. Dat is zo mooi. Dat museum is werkelijk schitterend. En Danuti Grusdjene, die curator is, daar sta ik bij met de witte handschoentjes. Kijken we in de kasten en kijken we naar de schetsboeken van hem. En bij elke ding dat tevoorschijn komt, vertel ik: oh yes, that was when he was. Oh, you know so much about Julianus, zei ze. En toen zei ik tegen de curator van het museum: yeah, but I went to bed with him during 4 years and I woke up every morning with him. Mijn vrienden waren het beu om over hem te horen. Ja. Ik was daar continu mee bezig. Ja, ik ben er nu zo trots op dat het er ligt. Dat zal wel zijn. Wij zijn het niet beu. En ik had gehoopt dat je ons een beetje zou missen, maar ik had beter moeten weten. Hè. Wel, Koert van Eegem, die. Is zo in de kortste afstand. Ik heb ook zoveel honderden, duizenden mensen geïnterviewd en voorbereid en korte teksten geschreven. Maar nu, ineens 4 jaar tijd om een boek te schrijven. Ja. Dat is een zegen. Is dit wat je wilt doen met de rest van je leven? Dergelijke dingen bij de mensen? Zo nog een stuk of 10. Hè? Ja, dat is goed. Het is je gegund. Dank je wel, Bart. We hebben je nummer. Koert van Eegem, dank je wel.